Ik heb soms, als ik in een instelling zat, het gevoel van ik wil liever sterven, want het geeft geen zin meer. Ik wil meer zelfstandig zijn. Ja, als ik ergens naar een vergadering moet en het is 's avonds laat, heb ik een probleem om hier terug te geraken. Zorg op maat en zelfbeschikking zijn mooie woorden, maar lang niet voor alle mensen met een handicap de realiteit. Ik moest smeken en bidden aan iedereen om als vrijwilliger voor mij ergens naartoe te gaan, me mee te pakken. Nu heb ik zelf zeggenschap, ik heb mijn eigen leven in handen. De organisatie van zorgvoorzieningen laat weinig ruimte om flexibel in te spelen op de noden van mensen. De wetgeving zorgt voor schrijnende situaties. Zij heb ik alles. Zit ik al als een wolk in een kooike. Die in dat kooike goed gespageerd wordt. Maar bij zes moet ik volledig naar het plan trekken en dat is te belastend. Maar naast de voorzieningen bestaat er sinds enkele jaren ook het persoonlijk assistentiebudget. Dit maakt voor meer dan 1000 mensen het verschil. Zij stellen zelf een assistent te werk die hen helpt. PHB heeft voor mij het verschil betekend om te kunnen blijven studeren in Gent of niet. Ik kan nu zeggen, ik wil morgen naar plaats A om dat uur. Of ik wil morgen een uurtje langer blijven liggen of een uurtje later opblijven. Dat was vroeger niet mogelijk. Ook zij die de zorg verlenen zien de voordelen in van deze nieuwe zorgvorm. Het is gewoon een menselijker manier van werken. Je bent geen nummer meer, je werkt van persoon tot persoon. Een belangrijk instrument om mensen meer zeggenschap te geven en zorg op maat mogelijk te maken, is de manier van financiering van de zorg. Men zou voor iedereen een persoonsgebonden budget of een PGB kunnen invoeren. Elke persoon met een handicap krijgt dan een individueel budget op maat, waarover hij zelf kan beslissen. De zorg zal zich dan op een andere manier moeten organiseren. Vroeger kregen de mensen pas ondersteuning als ze ergens op een plaats waren waar de experten waren, de specialisten waren. Nu zou het er dus op gaan dat de experten naar de mensen komen of dat de mensen een budget ter beschikking hebben waar ze expertise kunnen mee inkopen. Maar jammer genoeg werkt men in Vlaanderen nog steeds met een starre wetgeving. Ik hoop dat die nieuwe minister daar toch een beetje meer rekening houdt. En er zijn natuurlijk ook de wachtlijsten die ervoor zorgen dat duizenden mensen met een handicap enkel kunnen dromen van zorg op maat en keuzevrijheid. Ik zou graag hebben dat de mensen toch zelf hun assistentie kunnen kiezen. Het PGB heeft in het buitenland al bewezen dat het veel mensen met een handicap toelaat om hun bestaan in eigen handen te nemen en om meer grip te krijgen op hun eigen leven. Meer vrijheid. Ik wil meer vrijheid.